Als je in Flevoland gaat varen, moet je altijd door een sluis heen om de polder in of uit te komen. Ook kan het zijn dat je een brug tegenkomt. Om een sluis, een brug of een combinatie daarvan te kunnen passeren, moet je je aanmelden bij de centrale op het provinciehuis. En dit kan op twee manieren. Via de aanmeldknop. Deze zit op de wachtstijger die aan beide kanten van elke brug of sluis ligt. Of je meldt je telefonisch aan. Je krijgt dan een keuzemenu waarbij je kan aangeven welke brug of sluis je wil passeren. Als je voor een sluis belt, geef dan ook aan of je boot zich aan de hoge of aan de lage kant bevindt. Op de kaart bekeken is de hoge kant de zijde van het IJsselmeer, Markermeer of de Randmeren. De lage kant is de landzijde van Flevoland. Een voordeel van telefonische aanmelding is dat je ruim van tevoren kunt aangeven wanneer je bij een brug of sluis aankomt. Let er wel op dat als een brug en een sluis redelijk dicht bij elkaar liggen, bijvoorbeeld hier een sluis en dan 400-500 meter verderop alweer een brug, je voor beide afzonderlijk aanmeldt. En dat betekent dus twee keer bellen. Alle aanmeldingen komen bij de centrale binnen op het provinciehuis. Hier worden alle provinciale bruggen en sluizen op afstand bediend. Jouw aanmelding komt op het scherm van de bedieningsmedewerker. En daarbij geldt, wie zich het eerst aanmeldt, die wordt het eerst geholpen. Als er veel verschillende bruggen of sluizen zijn aangemeld, kan het dus even duren voordat je aan de beurt bent. Op drukke dagen is er extra bezetting, maar het kan toch zijn dat de wachttijden oplopen. Probeer geduld te bewaren en zoek geen onnodig contact met de bedieningsmedewerkers, want in de tijd dat ze jou te woord staan, kunnen ze zich niet bezighouden met het openen van een brug of sluis voor andere scheepvaart. En dan wacht je dus alleen maar langer. Als je je aangemeld hebt, geven de bedieningsmedewerkers via de verkeerslichten, of eigenlijk de invaarseinen, aan wat je moet doen. Rood betekent dat de brug of sluis nog niet aan de beurt is om geopend te worden en dat je moet wachten. Rood-groen betekent dat je je klaar kunt gaan maken en dat de brug of sluis binnen afzienbare tijd wordt geopend. Groen betekent dat je de brug kunt passeren of de sluis in kan varen. Het invaarsein kan ook op dubbel rood staan. Dit houdt in dat er een tijdelijke storing is of dat de brug of sluis voor iets langere tijd dicht is voor onderhoud. Bij tijdelijke storingen wordt er zo snel mogelijk gewerkt aan een oplossing. Actuele informatie over storingen en onderhoud is te volgen via Twitter @FlevoVaarwegen. Dubbel rood kan ook betekenen dat je buiten de openingstijden om bij de brug of sluis ligt. Er is dan niemand op de centrale om de brug of sluis te bedienen en deze zal dan ook dicht blijven. Loopt het tegen sluitingstijd, zorg dan dat je minimaal 30 minuten voor die tijd bij de brug of sluis bent. Anders kan het betekenen dat de bedieningsmedewerker het niet redt om jou voor sluitingstijd te laten passeren. Bij groen licht is de brug of sluis dus open en kun je beginnen met varen. Let daarbij goed op de boot om je heen en kijk ook naar achteren of er geen vaartuig aankomt. Bij het invaren van een sluis moet je met een paar dingen rekening houden. Vaar zo ver mogelijk de sluis in tot voor de rood-witte strepen op de sluiswand, zodat er ruimte overblijft voor andere boten die mee willen. Bij drukte maak onderling afspraken zodat er zoveel mogelijk boten in de sluis passen. Daarnaast zorg dat je je boot aanmeert, anders word je bij het openen van de sluis door de ontstane stroom meegevoerd. Je kunt je boot aanmeren aan de boot van iemand anders of aan een van de glijstangen aan de kolkwand. Bij aanmering aan de glijstang zorg er dan voor dat het touw los van de stang op en neer kan bewegen. Knoop het touw niet vast, maar hou het los, anders kan dit hele vervelende situaties opleveren. Want bij dalend water kan de boot vast blijven hangen aan de kade. En bij stijgend water wordt je boot onder water getrokken. Zorg er dus voor dat je boot mee kan bewegen met de daling of stijging van het water. Een hele sluisgang kan 15 tot 45 minuten duren en is afhankelijk van het aantal boten dat mee moet en het verval van het water. Het verval kan variëren van 1 tot 6 meter en is per sluis verschillend. Als het water in de sluis op het juiste niveau is, gaan de deuren open. Je kunt naar buiten varen als de deuren helemaal open zijn. Soms is er een uitvaarsein. In dat geval start je met varen als het sein op groen springt. En wanneer je weer buiten bent, goede reis en veel plezier!